Het is vrijdag de 13e, maar we gaan gewoon een nieuwe aflevering maken van Vrijbiebeurs, nummer 7 als ik het goed heb. Een serie die we elke vrijdagmiddag maken, waar we een beetje gaan kijken naar het meest opvallende, het meest belangrijke nieuws van de afgelopen week. Dat even kort samenvatten, zodat iedereen die bezig is met beleggen, beleggen op de lange termijn, weer helemaal op de hoogte is. In ongeveer 10 minuten van alles wat belangrijk is. En in de video van vandaag gaan we kijken naar twee onderwerpen. Ten eerste de zorgverzekering, want daar is nu alles over bekend. Niet per se gericht op uh, beleggen, maar wel natuurlijk weer een manier om geld te besparen. Misschien geld dat je overhoudt, dat je dan juist kunt gaan beleggen. En natuurlijk gaan we kijken naar het nieuws rondom het vaccin van Pfizer, wat er begin van de week is gebeurd hoe het er nu voor staat en wat ik verwacht in ieder geval van de komende weken of misschien zelfs nog wel maanden. Al die informatie gaan we bespreken in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. We gaan meteen beginnen met het eerste onderwerp en dat zijn de zorgverzekeringen. Want uh, volgens mij eergisteren is het de dag dat... Uh, de zorgverzekeraars uh, de tarieven voor volgend jaar bekend moesten maken. Dat hebben ze inmiddels dus ook allemaal wel gedaan. En daarin zien we eigenlijk wel dat de premies gaan stijgen voor volgend jaar. Um, ooit is dat bij CZ, daar hebben ze de grootste stijging van bijna 9 euro. Bij andere aanbieders zoals Silver Kruis, uh, dat is de meest gekozen basisverzekering van Achmea... stijgt die met 3 euro per maand. En bijvoorbeeld bij VGZ met zo'n 4,5 euro per maand. Nou, er zijn dus heel veel verschillen, heel veel stijgingen, maar ook de verschillen tussen prijzen en het aanbod van deze uh, verzekeringen is steeds groter, zeker dit jaar. Daar speelde dit jaar nog in mee dat meestal kondigen deze bedrijven uh, ver van tevoren, beginnen ze al met nieuwe prijzen aankondigen. Uh, nu hebben zij juist eigenlijk allemaal mee gewacht op het laatste moment, dus ze kunnen niet kijken wat voor prijs heeft de concurrent heeft. Ze zijn eigenlijk allemaal bijna op de laatste dag of de laatste dagen gekomen. dus ze hebben geen tijd meer gehad om op elkaar af te stemmen. Ze hebben dus vooral moeten kijken naar welke prijs moeten wij zelf berekenen. En daardoor is er ook extra verschil, dus dit jaar. En juist dat maakt het dit jaar nog eens extra aantrekkelijk om een keer te gaan kijken of jij nog wel de juiste zorgverzekering hebt. Ik doe dat ook ieder jaar, even kort een vergelijking maken van wat heb ik nu nodig en welke aanbieders bieden dit aan tegen welke prijs? En ik heb vandaag dan ook een nieuwe zorgvergelijker op de website gezet met meer actuele gegevens, zodat jullie ook kunnen kijken van heb je nog wel de juiste zorgverzekering tegen de juiste prijs of is er misschien wel een betere, betere zorgverzekering dit jaar beschikbaar? Deze kun je vinden als je naar een passiefinkomen.nl gaat en dan in het menu op vergelijken klikt en daar op Zorgverzekering, dan laat de pagina en dan kun je zien dat uh, hier links kun je dan je eigen uh, gegevens invullen. Bij je iemand die geen voorkeur heeft of misschien restitutie, zoals ik bijvoorbeeld heb. Ik wil altijd mijn eigen risico ook naar 885, het maximaal, omdat ik gewoon genoeg buffer heb om dit soort dingen zelf op te vangen. En ik heb eigenlijk verder als nooit aanvullende dingen. Uh, dus ik ben in principe hiermee klaar. Dan lijkt het in het eerste geval het FBTO voor mij. De beste optie is. Um, we kunnen nog gaan kijken of dat ook zo is, bijvoorbeeld door op vergelijken te klikken. We kiezen bijvoorbeeld de eerste drie en we kunnen dan het product vergelijken. Dan zien we hier nog een overzicht van eigenlijk wat we al wisten, omdat we eigenlijk dus niks hebben ingevuld in mijn geval. Maar ja, in iedereen zijn geval is dat anders. Het is zeker de moeite waard om te gaan kijken van hoe het in jouw situatie zit. En een link naar deze uh, pagina zal ik trouwens ook onder deze video plaatsen. En mocht jouw aanbieder er nou toevallig niet tussen staan. Um, wil je een andere aanbieder ook nog vergelijken? Want de meeste grote namen zijn hier wel in meegenomen, maar niet allemaal. Dan kun je bijvoorbeeld ook kijken op Pricewise. Ook op die website kun je heel veel vergelijken. En ook een link naar Pricewise zal ik onder deze video plaatsen dan ga ik er nu verder niet specifiek op in. Wil je meer informatie over waar je op kunt letten? Ik heb vorig jaar al een video gemaakt over zorgverzekeringen. Ik zal hem ook even hier uh, links of rechts boven plaatsen. En natuurlijk ook daar weer een link van onder deze video plaatsen. Dat mocht je eigenlijk even helemaal willen inlezen waar je op moet letten, wat de verschillen zijn, kijk dan die video. Ik ga vervolgens naar de zorgvergelijker om de meest actuele gegevens te vergelijken met elkaar. En op basis daarvan kun je eventueel beslissen om te blijven zitten waar je zit, of misschien wel over te stappen. Laten we dan gaan kijken naar het andere, het belangrijkste nieuws waarschijnlijk van deze week. Dat kwam afgelopen maandag al met het nieuws dat Pfizer een mogelijk uh, vaccin heeft tegen COVID, tegen corona, dat voor 90% effectief is. Dit zijn dus heel erg belangrijke cijfers en zeker heel erg motiverende cijfers om ook al in deze stadium gewoon zoveel positieve dingen te zien. En ook nog eens zonder bijwerkingen, voor zover het nu bekend is. Ze zijn nogal bezig met een fase 3 onderzoek. Dan gaan inmiddels 44.000 mensen doen daaraan mee. Maar op basis van de gegevens die ze nu hebben, ziet het er heel erg goed uit. En kan het dus ook maar zo zijn, zeker omdat het goed werkt aan de ene kant met 90% resultaat en zonder bijwerking of heel weinig bijwerking aan de andere kant, dat dit middel natuurlijk heel erg snel ook wordt goedgekeurd, zowel in Amerika als bijvoorbeeld in Europa. Op dit nieuws ging natuurlijk de beurs hard omhoog afgelopen maandag. Het kwam zo rond het middaguur naar buiten. Um, kijk bijvoorbeeld, mijn grootste stijger was Basic Fit. Die ging zo'n 25% in de plus op dat moment. Um, inmiddels zijn we vijf dagen verder en is daar nog maar zo'n 15% in de plus van over. Want het zakt alweer een beetje weg de laatste dagen. Um, andere bedrijven die het goed deden op dit nieuws was bijvoorbeeld Carnival Cruise Lines. Natuurlijk, de cruise lines doen het hier goed op. Want de mogelijkheid dat mensen weer een cruise line mogen gaan doen. Is gewoon natuurlijk heel erg groot. Ook daar zien we wel weer dat de laatste dagen. Um, eigenlijk nog maar een procent of acht of zo hoger staan. dan in het begin van de week. voordat het grote nieuws kwam. Dus ook daar zien we dat het een beetje weer weg-appt. En kijken we naar het aandeel van Pfizer zelf. dan zien we dat die eigenlijk. Ja, bijna vlak staan met een week geleden. Um, Zo'n paar procent maar in de plus. Ook daar zagen we al natuurlijk een beetje een piek in het begin. maar ook die appt inmiddels wel weer weg. En dat heeft er ook mee te maken dat in het begin was natuurlijk iedereen heel erg blij dat er eindelijk een middel was. Maar nu gaan we steeds meer beseffen van... het is niet zomaar heel snel bij iedereen. Het wordt binnenkort goedgekeurd, misschien nog deze maand. En dan zou het kunnen dat de eerste mensen... in dit jaar inmiddels een vaccin kunnen ontvangen. Maar het grootste gedeelte van de mensen gaat dat pas volgend jaar ontvangen. Dat is ook de verwachting voor Nederland... dat het nog wel een jaar kan duren voordat iedereen gevaccineerd is. En je moet waarschijnlijk ook niet één keer, maar twee keer gevaccineerd worden... om er echt ja, goed tegen bestand te zijn... En het woord dat dan heel erg belangrijk is is infrastructuur. Nou, dat hebben wij hier in Nederland best wel goed op orde. We hebben natuurlijk heel goede wegen, een luchthaven, heel veel bedrijven. Dus dat komt al goed. Maar in heel veel andere landen is het niet, niet zo goed geregeld als hier in ieder geval. Want dat is heel erg belangrijk. Zodra het vaccin gemaakt is, moet het met een vliegtuig bijvoorbeeld naar Nederland komen. Maar het gedurende het hele transport moet het onder nul zijn. Het moet dus altijd bevroren zijn. En het moet ook binnen vijf dagen worden toegediend. Want anders raakt het zijn effect kwijt. Is het niet meer te gebruiken in principe. Dus het is heel erg afhankelijk. Afhankelijk van de temperatuur, maar ook zeker qua tijd. En we zien al dat KLM dus op Schiphol bezig is met een grote loods maken... waar ze dit product gekoeld kunnen doen. UPS is in Roemont bezig met een loods... om ook daar dingen gekoeld te houden... en ondertussen transport te regelen. Dus er komt nog heel erg veel bij kijken. En dan hebben we het niet eens over hoeveel mensen we dan kunnen bereiken. Want er werd van uitgegaan dat we 8000 jumbo jets nodig hebben... om iedereen ter wereld te voorzien van één vaccinatie. Waarschijnlijk moeten er dit er dus twee worden. Dus we hebben gewoon heel veel vliegtuigen nodig... die ook nog dit aankunnen. En dan hebben we het nog niet eens over infrastructuur in het land zelf... Van natuur Natuurlijk in Nederland, in Duitsland, in Europa op zich is dat best wel goed geregeld. Maar ga denken aan landen als misschien in Azië of in Afrika, waar de infrastructuur gewoon een stuk minder is. Is dat gewoon heel erg moeilijk voordat we iedereen uiteindelijk gevaccineerd hebben? En we hebben natuurlijk heel veel mensen nodig die gevaccineerd zijn voordat we eigenlijk ja, die lage R-waarde opnieuw krijgen. En het lijkt erop dat iedereen dat ook wel een beetje inmiddels een besef is. Daarom het nieuws al een beetje de piek van het begin van de week een beetje weer wegend app is. Omdat we meer wat rustiger en wat beter na gaan denken over die toekomst. We zagen natuurlijk grote verschillen. Bedrijven zoals we net zagen, Basic Fit, CCL, de Carnival Cruises, die schieten omhoog. Techbedrijven gingen juist hard naar beneden. Omdat daar natuurlijk thuiswerken waarschijnlijk minder wordt. En daar reageren zij natuurlijk sterk op. Dus het is heel erg afhankelijk van wat een bedrijf doet, hoe het erop reageert. En dat is denk ik ook wel de tip die je nu hebt. Het heeft nog een tijdje voordat het goed wordt gekeurd, voordat het wordt gedistribueerd. Ga nu vast goed nadenken van welke bedrijven gaan ook in de toekomst eventueel nog profiteren. Of welke bedrijven gaan juist last hebben wanneer het vaccin er komt. Kijk een bedrijf als Zoom, die was geloof ik zo'n kwart van zijn beurswaarde kwijt. Omdat het natuurlijk veel minder wordt thuisgewerkt. Aan de andere kant een bedrijf als Microsoft. Heel veel mensen maken nu gebruik van hun online diensten. Zullen dat waarschijnlijk ook wel blijven doen. Dus die zullen veel minder effect hebben, ook op de lange termijn. Dus hoeveel zijn bedrijven eigenlijk afhankelijk van thuiswerken. Want ik denk wel dat thuiswerken de norm wordt. Ook dat zien we vandaag in het nieuws. Dat ja, veel uh, werkgeversorganisaties bezig zijn om een vergoeding. In plaats van een reiskostenvergoeding-thuiswerkvergoeding te krijgen. Omdat er vanuit wordt gegaan dat twee dagen in de week thuiswerk wel een beetje de nieuwe norm wordt hier in Nederland. Vast ook wel in andere landen. Dus ook al zijn we dadelijk weer. Iedereen gevaccineerd is corona hopelijk snel voorbij. Dan is toch de situatie in Nederland in de wereld totaal anders. En dat betekent ook dat we onze beleggingen daarop moeten aanpassen. Maar hoe we die precies moeten aanpassen, ook dat weet ik nog niet. Ook daar moet ik zelf nog over nadenken. Maar misschien heb jij wel tips en kunnen we elkaar natuurlijk weer helpen. Laat in ieder geval dan je reactie achter onder deze video, zodat we elkaar allemaal kunnen helpen. En iedereen heeft natuurlijk een andere blik, andere ja, dingen waar die op let. Maar samen kunnen we wel een mooi geheel vormen. Of kun je kijken van. Oh, dat zegt iemand. Daar heb ik ook wel iets aan. Daar ben ik het mee eens. Daar stem ik mijn beleggingsportefeuille bijvoorbeeld ook op af. Maar de komende tijd gaan we vast nog wel video's maken. In hoe we hierop in kunnen spelen. op deze trend, op deze verandering. En misschien wel weer een nieuwe video van ja, aandelen die reageren op een vaccin. of juist niet op een vaccin, zolang het er niet is. En tot zover vrijmierbeurs nummer 7 van 13 november. Dan gaan we volgende week nog natuurlijk weer twee nieuwe video's maken. Aanstaande maandag ga ik kijken naar mijn portefeuille. Hoeveel geld heb ik inmiddels belegd? Vorig jaar was dat 41.000 euro. Het jaar daarvoor was dat ongeveer 20.000 euro. Maar hoe staan we er nu voor? Wat zijn al mijn beleggingen? Wat is mijn inleg geweest? En hoeveel winst heb ik dus gemaakt op mijn beleggingen het laatste jaar? Dat gaan we aanstaande maandag bekijken. En aanstaande dinsdag ga ik juist cadeautips behandelen. Heb jij trouwens nog tips? Laat je ook weten in de reacties onder deze video. Tips om iemand een cadeau te geven waarmee hij die geld bespaart. Bijvoorbeeld een dopperfles dat hij zelf water mee kan nemen. In plaats van duur water moet kopen. Of misschien boeken die mensen inspireren om te gaan beleggen. Uh, andere manieren geld te gaan verdienen. Of misschien juist wel besparen. Als je nog tips hebt laat dat weten in de reacties onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke interessante video. Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. En je helpt zeker ook het YouTube kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen Aangeraden en wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.